Gaan we het ornament eruit knallen? Nu wil je nog eruit? Ja, hoe haal je dit eraf dan? Hou op hoor. Zit hij erin? Wat? Dames en heren, de eerste keer. Ja! Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben je met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. KP hoodie aan. Voor de mensen die het nog niet weten, dit is de allereerste keer dat het Knolpower logo in het roze komt op knolpower.nl. Dus voor de mensen die dat interessant en leuk vinden, check even knolpower.nl. En ondertussen zijn de posters online gekomen. Wow, Myron. Jeetje, Mina. Hey, wat doe je? Mijn vlecht. Dat is echt niet normaal wat voor dikke vlecht dit is. Ja, deze wouden eigenlijk aan Milana geven, maar ik gooi hem weg. Nee, waarom? Dan kun je toch gewoon Milana geven, dat is toch leuk? Ja, maar ik denk heel eerlijk gezegd dat het zwarte niet echt mooi is bij haar blonde haar. Ja, maar ik had toch even voor de grap. Ik dacht, ik ruim de auto een keertje op. Ja, dit is niet normaal. Het is echt een vuilnisbak hier zo. Maar wel allemaal mooie spulletjes. Badminton racket. Een klapstoeltje voor op de camping. Ja, softbal. De drone. Muts. Sjedeboerballen. Lerenjasje. Laat die ook maar even zien. Hoppa. Alles. We hebben alles. Yep. Ja, goed zo. Lekker bezig. Ja, het is wel altijd zo'n momentje bij het tankstation dat je allemaal dingen gaat opruimen en zo. Ja. Maar wij gaan vandaag weer lekker bezig met een nieuwe woning. We gaan namelijk slopen. Slopen, slopen en nog eens slopen. Daar heb ik al heel erg veel zin in, eerlijk gezegd. Want ja, het betekent gewoon weer dat we weer een stukje verder komen. En we krijgen straks ook weer Benny in de vlog. En ik denk dat Benny echt super trots op mij zal zijn. Want ik heb speciaal voor vandaag een korte broek aangedaan. Ook al is het helemaal niet echt heel erg mooi weer. Het is niet per se koud, maar hey, het heeft wel geregend. Zien jullie aan de auto, een beetje wet. Stel je voor dat Thijs dan nu een lange broek aankomt. Oh, als dat zo is, dat is een heel raar scenario. Ja, maar ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik denk dat hij een korte broek aan heeft, net als ik. En ik denk dat hij dan meteen daar wat over gaat zeggen. Ik ga niks zeggen, ik ga naar hem toe lopen met de camera, ga ik filmen en dan zegt hij waarschijnlijk, hé, korte broek! Ja, dat zou leuk zijn. Ja, ik weet bijna zeker. Teunhoort! Ah, Teunhoort! De projectbegeleider van onze nieuwe woning. Die vent is niet goed, zegt hij. Nou, ik ben er anders wel heel bekend mee geworden, Teunhoort. Oké, heb je al zo'n mooi mondkapje? Natuurlijk niet. Nou, moeten we even regelen. Wil je dat even pakken, schat? Kunnen toch niet projectbegeleider zonder knolpouwmondkapje rond laten lopen? Dan gaan we even kijken of we een mooie voor je hebben. Kijk eens hier. Zelfde als Enzo. Ja, kijk eens, helemaal maatwerk, hè? Hoe is het trouwens? Ja, super. Mooi, man. Ziet er goed uit? Ja. Ah, de haartjes. De haartjes altijd zoals Elvis Presley, beetje. Zo een beetje zo de mevok. Beetje Danny Vera. Een beetje mooi zo. Woep. Nou, nice man. Nice. Nice. Ja, dit soort schoenen vind ik echt nice. Serieus. Ja. Ik heb heel erg getwijfeld of ik die ooit een keer zelf ook zou halen. Ja, en dan het leuke, hè? Die visgraat erin, hè? Ja, dit vind ik echt mooie schoentjes, hoor. Dit is gewoon netjes. Ik dacht, misschien moet ik ook een keer netjes gaan, maar ik denk netjes, vandaag maar weer slippers aan. Netjes, maar ook wel weer stoer. Het is niet te netjes of zo, vind ik. Oh, dat ging helemaal goed. Dat is wel mijn week dat weer op beeld. Altijd. Ja. Zo mooi. Knip er tussenuit. Nee, dat laten we erop. Dat is juist mooi. In ieder geval, ja, knolpouwer sokjes, knolpouwer slippers, knolpouwer broekje, knolpouwer hoodie, knolpouwer 50-50, knolpouwer onderbroek, knolpouwer pet, knolpouwer mondkapje. Alles knolpouwer deze dagen. Ongelooflijk. Oké, we hoeven geen afspraak meer te maken. We kunnen gewoon... Dit is geen knolpouwer, Teunhard. Het is wel een mooi bedrijf, maar het is geen knolpouwer. Maar we gaan hier naar binnen. We hoeven geen afspraak te maken, dus dat is mooi. Maar wel bizar, hè, dat er zoveel knolpouwer is. Holy moly. Gewoon alles wat ik aan heb is knolpouwer. Had ik nooit durven dromen. Echt te vet. 110, 120, 130. Geen enkel probleem. Een koevoet, schroevendraaier en een baksteen. Anders gaan we nergens heen. Oké, ik praat gewoon tegen mezelf. Maar nee. In ieder geval, wij moeten even wat dingetjes halen. Helmen, twee helmen. Twee helmen inderdaad. Want we hebben twee helmen gekregen. Alleen moeten nog twee helmen erbij. Want we gaan vandaag met 4 personen aan de slag bij de nieuwe woning. En we gaan het plafond eruit trekken. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. De vorige keer hebben we al een gat gemaakt.
gemaakt in het plafond. Toen had ik bijna een gat gemaakt in de waterleiding. Dus dat is best spannend. Moet natuurlijk niet. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Maar daarvoor hebben we even wat gereedschap nodig. Dus zijn we hier zo eventjes wat spulletjes aan het halen. Ja, mooi spul. Mooi spul allemaal hier ook. Hier, we kunnen dit ook weer halen. Dan kunnen we even de tuin in de fik zetten. Ja, lekker barbecue, zin in. Dit is echt een tip vanuit mij voor jullie. Als jullie ooit wat willen verplaatsen wat zwaar is, zorg dan dat je dit soort karretjes haalt. Het scheelt je rug, joh. Dat is niet normaal. Je kantelt het er gewoon op en je rolt het gewoon weg. Ideaal. Kennen jullie deze nog, mensen? De toiletverhoger. Met open oma erop. Die krijgt er niet bij trouwens, open oma. Krijgt alleen deze. Maar wie weet nog dat ik deze kocht voor Milan. Geniaal. Echt geniaal. Milan vond het minder leuk trouwens. Wow, check dit. Zo comfortabel. Lekker vloerkleedje. Heerlijk. Kijk, daar hebben we de mensen die serieus zijn. Zijn we dit nodig? Een ladder? Zo, dat is een beste, Teunhard. Ja, ik wil hoger op komen. Dat is een dubbeldekker. Een dubbeldekker, dat ken ik nogal van een bus. Je hebt die nodig om hoger op te komen, hè? Ja, dat is... Kijk, dus zo til je carrière naar het volgende level. Om wat onderhand te beginnen. Maar deze zou ook kunnen, want deze is toch 25. Ladders zijn wel prijzig, hè? Maar ja, ik heb één vraagje. Nou, misschien helemaal niet zo'n hele domme. Nou. Hoe gaan we dit meekrijgen? In de auto van Teunhard. Kan dat? Ja, waarom niet? Okay. Die kan de banken platten. Ah, top. Ja. Voor jou is dat niet. Nee. Maar dan mag jij mij in mijn auto gaan rijden. Dan ga ik het gelijk in de zand maken. Nee, maar anders dan kunnen we het niet meenemen. Mijn stoelen kunnen niet plat. Dat is allemaal elektrisch. Nou, gelukkig is Teunhard erbij met zijn auto. Die heeft ook een, zo'n familieauto, banken plat, ideaal. Dit zijn de Bob de Bouwer helmpjes die ik zocht. Alleen het nadeel is, de stofmaskers zijn er niet. Hoppa. Stofmaskers zijn er niet? Oh, dat is... Hey, we kunnen toch deze koelpowers gebruiken? Ja, maar ja, die officiële stofmaskers. Ja, voor in de bouw. Dat zijn deze. Oh, die zijn allemaal weg. Oh, uitverkocht. Nou, wat denken jullie ervan? Bob de Bouwer of wat? Ideaal, toch? Toppie, man. Dit is super. Nou, nemen we daar twee van mee. Er schiet me nu opeens iets te binnen. Ik ben benieuwd of je dit ooit hebt gehoord. Je hebt een teuntje in mijn hart. Maar heb je die ooit gehoord al? Nee. Nee? Wow, die was origineel dus. Primeur dus. Ja, toch? Primeur. Die is wel goed, hè? Die is echt goed. Oh, hij heeft een teuntje in mijn hart. Maar alleen voor jou. Oké, we hebben alles. Lekker hoor. Goed begin dit. Nu nog het werk. Oh, kijk dit nou. Doggy. Hey, doggy. Kijk eens even. Heb je winterbanden nog eronder of niet? Ja. Moeten we wel even vangen, hè? Kom er niet aan toe. Nee, ik heb ook mijn winterbanden nog eronder. Moet ik ook nog vervangen. Ook al zijn mijn winterbanden niet genoeg voor volgend jaar. Dus ga ik ze nu nog een beetje af laten slijten. Zodat ze gewoon weg kunnen daarna. En dan kan ik zo mijn banden eronder. Oké, even checken. Zo, dit gaat gewoon. Tenminste. Dit wordt nog wel spannend. Passen, zo. Ja, gaat het passen? Ja? Zo. Kijk of hij dicht kan. Doen, jongen. Ja, is hij dicht? Top. Ik follow you. Ja, is goed. Maar dat voor zo'n pijn, hè? Kijk die ladder hier zitten. Nou, dat wordt wat. Anders dan zullen we ruilen? Tot zo. Ja. Let's go! Dat wel lukken? Voorzichtig rijden. Kun je schakelen? Ja. Kan jij je automaat rijden? Ja. Hoppakee. Ja, tuurlijk. Dan offer ik mezelf even op. Geen probleem, toch? Teunhard helemaal glimlachen. Ik ga even in de Lambo rijden. Kan ik schakelen? Tuurlijk kan ik schakelen. Ben ik niet verleerd? Lekker hoor, Radio NL erbij. Hoppa. Raampje even open. Oh, handrem eraf. Oh, gordel om. Ja, ta 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 ta. Ja, ta 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 ta. Hey. Hey, Jackie. Hey. Hey. Zal ik bij jou instappen? Hoezo? Ik volg jullie, hè? Ja. Ik kwam jou tegen. Hallo. Ik kwam jou tegen. Oh, hey, yo. Hoe gaat hij dan? Ik weet niet hoe die dan gaat. Zo, kijk wat voor bril Teunhard heeft. Oh, yo. Woep, woep. Damn. Nou, start hem maar, hoor. Vertrouw je? Nee. Oh, jawel, echt. Ik vertrouw het wel. Ik geef de Oh, daar gaat hij hoor, daar gaat hij. Top, hè? Team mijn maanden bril. Ik kwam jou tegen. Wat heb jij nou weer op? Ja, ik heb de bril van Teunhard op. Maar wacht even, ik heb het opgezocht. Ik kwam jou tegen. Oh, hey, yo.
dag. In de stromende regen. Oh, hey, oh. Ja, dat stond op Google. Echt? Ja, dat was de tekst. Nou, het regent, stroomt. Oh, Teunhard, oh, pas op, doe voorzichtig. Dit is echt ultieme mannendromen. Kleine jongensdroom is dit. Nou, lekker man. Nou, top. Ik volg jou, ja? Wij gaan naar Veendaal. Succes in Soesterberg. Ik kwam jou tegen. Nou, nu heb ik dat nummer de hele dag in mijn hoofd. Zo, hé. Dit is echt onwijs, hé. En dan kan je hier weer naar rechts zo meteen. Jij bent de weg, hè? Ja. Woep, woep. Dat is de sound of the police. Woep, woep. Ik reed bijna tegen de andere geparkeerde auto aan. Is het je eerste keer in een Lambo? In deze Lambo, ja. Maar in een andere Lambo heb je wel eens gereden? Nee, een Porsche en die Seat voor mij. Zo comfortstoel, jongen. Ja, lekker, hè. Je kan ook hier de navigatie, de massagestoel aanzetten. Er zit zo'n rondje hier aan de voorkant. Ja? En daar in het midden zit een vierkantje. Ja? Die kun je inklikken. En dan? Dan krijg je een massage. Serieus? Ja. Heb je geklikt? Wow, hé. Echt lekker, hè? Yo, hé. Ja, dat is echt heerlijk. Dan zit je zo te rijden en word je gewoon je rug gemasseerd. Radio reclame. Kijk op adverteren op ja, de radio. Ja, verdomme! En daarom luister ik bijna nooit radio. Ja, ze moeten ook ergens hun centjes verdienen. Mooie joh, Teunhard. Het meest vervelende... Ja, joh, Teunhard. Ik doe ook even mee. Reis door. Volgens mij had hij een ongeluk in een verkeerde modus. Trappen, dat is stomme rodding. Ja, zeg maar dat je alles mag van mij. Woe! Wie heeft dit ook wel eens gedaan, zo uit het raam, zo met de hand? Oh, dit is zo lekker. Wee, wee, wee. Daar rijdt hij hoor. Hey. Oude schilder. Nou, gas erop. Ja, die gaat straks een partijtje gas geven, denk ik. Ja, ik kom eraan mensen, ik kom eraan, ben niet zo snel. Dit is waanzinnig hè. Lekker hè. Red toch gewoon weer? Ja. Daar weer. Dit is echt ongekend joh. Ja, hij reageert ook zo snel. Oh, hè. Je hoeft maar het gas in te drukken en gaat meteen zo naar achter. Oh. En Esther zit achter ons te pruttelen met die auto. Die zit waarschijnlijk vol gas. Hij moet echt werken met die auto. Vind je het nog veilig genoeg in de auto? Nou, hij begint wel wat zelfzekerder te worden. Shit! Wat lekker zeg! Oké, daar komt ie! Niet normaal hoe vet hè! Ongelooflijk! Holy shit! Het is gewoon mijn auto! Wat? Echt bizar! Oh, dat geluid verveelt ook nooit! Hey. Hij vond het mooi of niet? Ja, niet normaal! Zo, hoppakee! Bam! Nou, dat was genieten. Dit is echt de ultieme jongen. Je haar zit zelfs helemaal in de war, joh. Heb je de Seat-sleutel weer? Mevrouw. Ja, super, dankjewel. Ja, word ooit mevrouw. Nu nog jij niet. Moest echt werken, hè? Ja, ik moest werken om jou bij te houden, ja. Jongen. Oh ja, hier heb je trouwens je bril. Die zou ik ook weer even in de auto leggen. Dat is wel een goede bril, dit. Maatje! Ik maakte echt het meest grappige mee. Wat dan? Ik zet hier zo mijn auto neer, stop dan ineens zo een andere auto, zo'n moeder met twee kinderen. Jij bent ook Benny. Volg mijn kinderen even met Benny op de foto. Dus ik ga even staan op die foto. Ja, super tof Benny. Meiden, zullen we nog een foto doen dat Benny in het midden gaat staan? En dan... Oh. Nee, daar volgens mij echt net Benny heen. Ik ben terug naar het eerste wat ik hoor. Lekker hoor. Hey, smaakje. Is dat een processierups? Is dit een processierups? Teunhard, weet jij dat? Hij zit naar boven te kijken, naar de bomen. Is dit een processierups? Hij heeft wel allemaal stekeltjes, ja. Ja, dit is een processierups. Nee. Ja. Nee, het was geen processierups. Anders had je hem niet zo aangeraakt. Want nu krijg je jeuk in je handen. Nee. Hoezo niet? Nee, het zijn toch haartjes? Hé, hey, maatje. Blijf je nog even daar staan? Ja. We moeten even ik gaan overleggen. Even kijken naar die rups. Die met de rups we moeten... Wauw, bro. Zo kan je niet zijn, man. Zo kan je niet zijn, man. Bro. Zo kan je niet zijn, man.
Oh my god. Lange broek. Wauw, ik dacht ik kom in die Thijs vibes. Ik doe een korte broek aan, want ik wist 100.000% dat Thijs ook een korte broek aan zou hebben. Hij prank, man. Komt hij met zijn lange broek? Ja, wel een beetje kort, hè? Wauw. Kijk. My brother. You good? I'm good. Hoe is het? Good, 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 man. Nice, man. Kom binnen, man. Kom binnen. Ik vreemd om weer terug te zijn. Oké, laten we even naar binnen gaan en dan gaan we langzamerhand eens eventjes beginnen. Oké, dames en heren, het is tijd om te gaan beginnen. En ik ben heel erg blij met de hulp die ik heb. Let's go. Dit is top. Waar gaan we beginnen? Ja, dat mogen we eigenlijk zelf eventjes bepalen. Ik ga gewoon zeggen, we gaan hier beginnen, bij de grootste kamer. Hier zo, hier gaan we het plafond als eerste eruit halen. Dit vind ik een mooi plekje. We gaan eerst alle deuren en ramen openzetten, want er komt echt knijtjes van stof bij kijken. Laten we dat eerst maar even doen. Hey, basketbal. Ik zal jullie eventjes laten zien dat de container aardig op weg is. Ik denk dat hij nu bijna op de helft zit. Dus er kan nog wel wat meer bij. Maar echt zo ongelooflijk nice dat dit hier staat. Want ook nu, alles van het plafond, kunnen we gewoon letterlijk van dit balkonnetje, als we hier bezig gaan, of van dat balkonnetje als we daar bezig gaan, kunnen we zo hop, zo erin pleuren. Ideaal. Helm op, handschoentjes. Helm op, handschoentjes. Helm op, handschoentjes. Nice, dankjewel. Mooi setje. Oké, waar gaan we beginnen? Dat is even de vraag, Teunhard. Wat is een goed begin? Hier al bij een opening kunnen we gewoon starten. Dus ik zou zeggen, begin gewoon niet om erin te zetten. Moeten we het stroom er even afhalen? Die is al af. Oké. Heb je dat checken misschien? Maar die had er heel veel af kan zijn. Heb ik dat gezegd? Ja? Ik denk dat we even moeten checken. Zeker. Byron, is het stroom eraf? Stroom eraf is, jongen, dan gaan we beginnen, jongen. Ik heb ook echt zin in het zwoegen. Een hele profonde af te halen gewoon. Ja. Sef, dat is echt nice. Ah, uiteindelijk, dit huis wordt zo mooi. Dat is niet normaal. En we hebben echt een ziek plekje op zolder. Waar gewoon een eigen douche komt, een eigen toiletje. Wow, dat wordt ook echt heel sick. Crazy. Ja. Ja? Oké, zullen we hier in het midden beginnen? Ja. Let's do it. Waarom niet? Ik zie hier al een opening. Moet ik dan gewoon slaan of gewoon trekken? Trekken denk ik. Gewoon goed slaan even. Of daar tussen, kun je hem ook tussen hebben. Ja. Oh, ja. Zo, super. Ik ging gewoon even hangen. Ja, je zit super naast. Ja. Oh, ja. Kun je niet gewoon met de hamer zo? Nou, die kun je naar de grond doen en die kleine thuis, die kun je even vanuit de ladder weer pakken. Oh ja, kom hier. Oh ja, deze is beter. Deze is vanaf de ladder. Kijk. Kijk. Gaat het wel een tijdje duren, denk ik. Alleen de plaat, hè? Meer hoeft het niet. Nee, alleen de eerste plaat. Ja. Dus alle bescherming wat we hierboven zien, zoals jullie kunnen zien, kijkers, kom even dichterbij. Alles wat hierboven zit, dit plastic en die bescherming, of die isolatiemiddel, dat kan allemaal blijven. Het gaat echt puur om deze gipsplaat. Dank je wel. Ja, dat wordt nog een klusje hoor. Oh, nou. Dingen vliegen allemaal heel. Hey! 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 Check deze. Hang er af. Oh! Wat de heck? Dit gaat zo lekker en dit is ook echt zo leuk om te doen, serieus. Mijn bril slaat wel de hele tijd, maar ik vind het wel belangrijk dat ik hem ophoud. Hoi, dit is de grote. Nice. Hoppa! Mooi, joh. Wow. Wow. Oh. Hoppakee. Wow. Wow, dat is leuk. Ja.
Ja. Oeh. Echt groot. Je is zo lijp. Ja. Het gaat echt snel. Wow. Wow. Het gaat echt snel. Hé, hey, we moeten niet door de vloer heen, hè? Ja, dat gaat echt goed. Holy moly, dit hebben we echt snel gedaan. Ja, echt snel. Echt niet normaal. En wat met die schuine Teunhard? Want hier zo heb je een stukje schuin. Moet dit eraf of niet? Ja, ik denk dat het eerlijk gezegd wel. Ja, want ik weet alleen of de verlichting op sommige plekken zit ook daar, komt de verlichting terug. Ja. Zeker de thermokamer daar bij jullie. Dus dan is het wel raadzaam om die ook gewoon eraf te halen. Zullen we die ook eraf halen dan? Nou, gaan we dat doen. Oké, okay, dan gaan we weer. Even een beginnetje maken. Ja. Anders. Ja, moet je even uitkijken. Ja, maar dat zit hier ook. Ja, maar ik denk dat je die plaat moet je laten zitten. Deze? Ja. Alleen deze weg. Ja, dus ik dacht ook al, die sloophamer, maar ja. Ja, ik dacht precies hetzelfde, maar ik denk, ik zeg niks. Ik denk gewoon slopen. Slopen. Ja, dat zit eraan vastgespijkerd. Oh, nou, wacht maar heel even dan. Vraag wel even aan Teunhard. Want als je die andere weghaalt, komt al die isolatie ook mee. Ja, misschien dat we het toch moeten laten zitten. Ja. Ja, laten we dit anders gewoon even zo. Ga Teunhard straks naar kijken, belt hij maar even. Gaan wij naar de andere kamer, gaan we daar het plafond weer eruit trekken. Yes! Dit gaat echt hard. Wel een beetje zweten? Yep. Nee, zonder zweten kom je er niet. Zo, dat gaat echt veel sneller dan verwacht. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik heb wel, moet ik zeggen, dat dit zo helemaal wijd is. Dat ik volgens mij een beetje in mijn schoen heb. Hey! Maar deze werkschoenen zijn zo chill. Stalen neuzen, echt ideaal. Meestal klussen mensen met stalen neuzen ook niet met korte broeken. Zou je denken? Dan hebben ze een broek er nog bij. Een broek erbij in? Ja. Ik weet het ook niet. Ik weet wel dat het ideaal is. Zo, even pauze. Lekker. Broodje. Oh, broodje geitenkaassalade. Heerlijk. Hey, leuk dat je wint, maatje. Oh, ik kom bijna niet aan mijn woorden. Maar... Goed, hè? Ik wou zeggen, leuk dat je wint, maatje. Sowieso. En dan meteen help. Boy, joh, dit past zo goed bij je broek. Waar moet jij een combi drinken? Ja. Wat zei? Iedereen heeft combi drink. Combi drink? Ja, we hebben het gemengd. Ben je combi drink? Ja, is goed. Dus ja, wat is de keuze? Peer of appelkers? Maar je kan ook gewoon peer appelkers nemen. Ja, doe maar bij elkaar. Doe jij niet? Doe ik deze. Tegelijk? Zo. Ziet er ook gewoon goed uit. Combi deal met een broodje. Thanks. Lekker bal. Goeie combi? Goeie. Jij met set. Hoppa. Kijk hoe Marvin ook erbij staat. Hey, koekkruimeltjes. Oh. Iets te dichtbij. Ik had geen rekening mee gehouden dat dit nog voort had. Daarom ging ze tegen koekkruimeltjes. Oké, okay, we gaan beginnen. Soms heb je zo'n... Soms heb je? Zo'n breed... Laat maar. Gaan we het ornament eruit knallen? Die wil je toch eruit? Ja. Nou, dan mag je er nou eruit gaan halen. Hoe? Let the dogs out! Hoe? Let the dogs out! Hoe? Let the dogs out! Hoe? Hoe? Kut, kom. Wat een gekke. Oké, okay, lekker Teunhard. Oké, okay, dit gaat eruit, dames en heren. Dit noem je een ornament. Dat spel je O-R-N-A-M-E-N-T. Hoe haal je dit eraf dan? Hij loopt er weg. Ah, hij kust gewoon die baby daar die daar zit. Een baby. Engel is het. Engel. Hij is wel een baby, zegt hij. Iedereen doet het vooral om eraf te halen. Volgende. Zullen wij deze doen, Michael? Ja. Ik zit elke keer vast. Eerder als die wedstrijden dat is zo. Ja. Wil jij nog Michael als ritueel? En dan slopen we hem eraf. En dan slopen we hem eraf. Het brengt geluk. Het zijn engeltjes. Doe nou maar.
Oh. Nou, denk geluk zoals je ziet. Want je mag jou niet. Oké, hoe gaan we dit? Oh, ga je dit echt doen, Teunhard? Er zijn mensen die vinden dit heel mooi, hè? Ja. Zo'n ornament. Je kan het er niet afhalen, zeg maar. Sorry mensen, we hebben toch ook mensen die ervan houden. Hou er wel op van. Maar liever, we gaan hier even rijden. Hey, waar is je helm? Ik heb een engel boven. Ik heb een engel boven. Hij is echt scherp. Niet normaal. Hey! Wat doe je nu nog op? Moet je daar helemaal omheen gaan? Ja. Mag ik niet doen naar dat babytje? Helemaal helemaal. Mag ik niet dat babytje raken? Als je hem helemaal heel kan laten. Dat zou wel sick zijn, om hem heel te laten. Ja. Ja, dat zou wel vet zijn, omheen. Zie je daar? Stuur dat stukje naar iemand toe die je niet mag. Knip het uit en stuur het. Dit wordt sowieso zo'n momentje van TikTok. En dan stuur het naar iemand toe die je een fijne dag wens. Zo mooi. Je hoort me altijd zo zeggen, wat zie je daar aan Thijs? En toen viel je zo in. Waarom kijk je zo boos? Nee, ziet er goed uit? Hier zit een mooie balken boven. Mooi? Geschilderde oude ballen. Echt? Geschilderde. Mag ik wat zeggen? Er zitten geschilderde oude balken boven. Wow! Dat ziet echt heel vet uit. Kijk die balken. Ja, die balken gaan we heel laten, ja. Ja, we gaan het ornament proberen heel te houden. In ieder geval de kleine babytjes. Ja, de kleine engelen. Ja, als het kan, kunnen we hun mooi uithalen. Ja, dat is goed. Dat is het minste wat ik kan doen. Ja. We komen hier later op terug. We gaan eerst eventjes naar... boven. Juist, we gaan eerst even naar boven. Want daar heb ik alles al klaarstaan, ook de cameraatjes. En alle deuren en ramen staan open. Dus laten we hier eerst gewoon het plafond eruit halen. En dan daarna gaan we dus proberen om zo mooi mogelijk het ornament eruit te halen. Ik denk dat dat wel uniek is hoor, een ornament giveaway. Sorry, dat moet ja, ik. Ja toch? Ja? Oké, doet u maar. Zullen de bovenburen leuk vinden? Oké, dan moesten we voorheen wel de rekening houden. Ja, nu niet meer. Ja, kom binnen. Goeiedag. Is leuk, hè? We moeten er wel wat leuks van maken, hè? Je zit precies bij een balk. Dan staat je wel echt goed, zo'n gekke helm. Oh. Schatje, waar zie je nog meer een opening waar je kan beginnen? Ja, hier. Ja, en daar ook echt super groot. Kun je hem hangen en zo? Oh, ja, dat vind ik goed. Doe ik even mijn helm, bro. Nee, help me, man. Oh, nee. Oké. Okay. Oh, yo. Pretty good. Hoppa. Oké, okay, we gaan beginnen. Let's go. Lekker, joh. Kom op, schatje. Kijk, wat moeilijk nog, hoor. Moeilijk, je moet dan best een beetje handen trekken. Nog even het laatste hoekje hier zo. Gaat echt heel snel. Weet je wat
met mensen. Op een gegeven moment weet je echt een beetje waar je moet trekken om echt de grootste platenstukken in één keer eruit te halen. Dus het is echt gewoon serieus een beetje ervaring die ik heb opgedaan bij de andere kamer, die ik nu hier weer gebruik, waardoor het echt super snel gaat. Heel nice. Dikke billenman! Daniel! Hey! Dikke billenman! Hey! Moet je komen kieken, jongen? Fijn kieken, ja! Zo! Ja, zie je lekker bezig? Kijk eens even! Hele plafond eruit! Lekker! Ja toch? Moet dat overal? Ja! Moet dat hier ook? Ja, maar ik je hebt geen helm op! Nee, je kan. Oh joh! Je kan, als je wil, kan je dit doen. Maar dan geef ik je over mijn bril. Ik doe het één keer voor, ja. Kan je ook niet. Zo, kijk dan. Dit is bijna de grootste ooit. Wauw. Nou, als jij die andere pakt. En wat je dan moet doen? Een half uur ervaring. Handschoentjes. Nou ja, handschoenen. Doe ik aan heel veel mijn klauwen. Je hebt de schrokkel. Je kan het beste deze pakken. Nou, één hand links, één hand rechts. Dan trek je als goed op het hele vierkantje in één keer zo groot. En die balken moet er niet uit, denk ik dan. Jawel, maar dat kan later. Eerst in je gipsplaten. Gipsplaat. Dit is dan niet lekker. Gipsplaat. Dans maar, ja, wauw. Succes, Daniel. Ja, ik weet dat hij dit helemaal geweldig vindt. Wow, ik krijg je flens trekken, man. Hey. Pas op, hè. Hey. Hij valt bijna elke keer. Maar niemand krijgt flashbacks naar Oostenrijk als hij dit. Ja, dat hij aan die ladder, dat touw gaat hangen. Ja. En op de kop. Ja, ja, ja. En dat is, jullie weten wat je moet doen. Oh, hij is niet stuk, hij is niet stuk. Oh, sloop het. Ik wil het niet doen. En jou met zo'n helmpje op, dan denk ik aan jou dat jij die... Met dat klimmen boven. Ja. En het is nog eentje. We zijn met z'n drieën en we gaan met z'n allen verzorgen dat we dit parcours gaan afmaken. We gaan rustig blijven. We gaan elkaar aankijken. We gaan kijken welke mogelijkheden kunnen we aan elkaar bieden. Zodat we onszelf kunnen ontwikkelen. Dus Enzo is een beetje zenuwachtig. Bo was het best wel zeker. En ik heb er ook best wel veel moeite mee. Dus misschien kunnen wij samen eventueel. Hè? Nice, hè? Ja, dat is leuk. Ik had nog één truc trouwens. Doe maar niet, want dan gaat het allemaal in stuk. We halen het liefst hun platen eruit. Dat gaat veel sneller. Ik heb helemaal zo omtikken. Het gaat veel sneller. Mooi, joh. Veel beter. Anders met die hamer hebben we allemaal kleine stukjes. Ja, dat nee. Nee. Kijk, hoppa. Kijk, ze levensgevaarlijk in de platen. Ja, hier, dat bedoel ik. Dat is al borstgat. Kijk, hè. Ik wil heel graag zo mooi mogelijk dat ornament eruit halen. Ja, laten we dat nu gaan doen. Dus laten we dat even tactisch goed doen. Ja. Dan gaan we ervoor zorgen dat Daniel uit de buurt blijft. Mensen, kijk wat hier ligt. Dit is met het dak meegekomen. Jongens, hebben jullie dit wel gezien? Dit kwam uit het dak. Nee joh. Een mes. Met de gipsplaten mee. Echt? Helemaal hard. Echt heel ranzig. Wow, deze kunnen we opzetten. Nou, kijk, opzetten, die is helemaal plat. Kijk hoeveel mijten die heeft. Fuck. Hij gaat hem in zijn bus doen, redden. Ja, neem ze mee. Zijn visbus. Hij doet nou zo, loopt je naar die rand. Ja. Zo is hij. Lekker. Ik zweet wij samen, man. Hey. Kom, we gaan twee samen. Nee, dit gaat niet goed. Nee. De lens was een beetje vies. Oh. Al dat stof. Oh, maar dit is echt nice, hè? Dit is echt leuk. Ja, dit is echt top. Dit is echt nice. Oh, dat ornament. Kom, we gaan eens allemaal anders even kijken. Let's go. Loop even smoot uit beeld. Heb je het mij gemist? Oké, dames en heren. Het ornament. Ik ga mijn best doen om het heel te laten. We zullen het zien. Maar ik ben bang dat het niet helemaal gaat lukken. Maar goed, we gaan ons best. Er is heel veel plank tussen. Ja. Dus die houden we tegen. Dat houdt er tegen. Ik denk dat het helemaal niet gaat lukken. Nee, dat ook niet. Ik denk serieus dat het niet gaat lukken, omdat hier veel te veel houten balken zitten. En daar zit dat gips allemaal aan vastgeplakt. Ja, dus ik denk dat we het gewoon eraf moeten halen. Het is niet anders. We werken zo met muziek draaien. Ja. Ik ben ze allemaal bij elkaar. Tijd aan jou het woord om het laatste van de sessie te doen voor het ornament. Ja, zijn natuurlijk nog aan bij elkaar gekomen om afscheid te nemen.
zit dus helemaal vast met ijzeren draden. Oeh, dat is een hele klus. Ik zweet met de pleuris. Oei, oei, oei. Wel lekker. Ja! Hey! Lekker, Daniel! Ja! Het is af! Nee! Maar ik heb het bewaard. De hoofdjes. Ik heb niet weggegooid, hè? Ik heb hem weggegooid. De goede kant op. Ook al is dit wel veel meer werk dan boven. Deze platen gaan het allemaal wel wat lastiger. Boven komt ze echt een groot stuk eruit halen. Hier breken ze de hele tijd af. En ik moet zeggen... Ik moet zeggen dat ik boven aan die kant heb gedaan, boven aan de andere kant heb gedaan en dit helemaal heb gedaan. Ik ben helemaal kapot. Mijn armen, jongen. Holy moly. Dus Daniel, die gaat het nu even overnemen. Die gaat dit nog allemaal doen hier boven mij. Op zich niet zo heel veel meer. En dit moeten we gewoon blijven opruimen en weggooien in de vuilniscontainer. Oh ja, en vergeet niet even een duimpje omhoog te doen als jullie het altijd leuk vinden als we bij de nieuwe woning zijn. En... Wow! Wow! En bezig zijn in een nieuwe woning. Dus duimpje omhoog. Mensen, dit is echt nice. Check dit. Hoppakee. Oei, oei, oei. Niet normaal, hè? Ja, beneden is echt veel meer werk dan boven. We waren met deze nog langer bezig dan allebei de kamers boven. Maar we zijn er nog niet, want hier in de hal moet ook alles eruit. Dus dit allemaal. Niet normaal. En hier moet ook alles eruit. Dit ook allemaal. Dat gaat echt nog lang duren. Maar ik denk heel eerlijk gezegd dat als ik nu zo kijk naar iedereen en hoe iedereen aan het werk is en aan het zweten is en helemaal kapot is. En je ziet hier mijn zweetplek ook wel, denk ik dat het zo genoeg is. Hoe kan het dat je maar aan één kant zweet? Aan één kant? Ja, gek, hè? Ja, dat is goed. Maar aan één kant, hè? Ja, dat heb ik niet gezien met de bak. Zal ik een trucje met de bak laten zien? Ja. Komt-ie, hè? Gaan we. Niemand kan dit. Iedereen doet het in tweetallen. Maar Enzo heeft een techniek. Hop. Tjoen. Done. Hoppa! Kan daar weer. Holy shit. Dat was nog een trickshot ook. Zou zelfs er ook uitkomen? Ja, dat was echt ziek. Special effect. Let's go. Check eventjes mijn camera statief. Helemaal onder de stof. Je hoort carbon te zien. Het is helemaal onder de stof. Niet normaal. Al mijn statiefjes, mijn gloednieuwe statiefjes. Helemaal onder de stof. Oh ja. Niet normaal. Ik heb ook het gevoel dat het in mijn wimpers zit. Oh ja, dat klopt ook. Ja? Ja. Ik zie wit als ik zo doe. Ja, hier heel erg. Oh, mijn wenkbrauwen. Ja. Nee, wimpers dit. Ook in je wimpers, ja. Ze zijn ook helemaal wit. Had ik een monobrauw nu zo. Ja. Ja, ze zitten helemaal onder. Ook mijn vlogcamera. Maar goed, ik ben wel super blij dat we alweer zo'n stap hebben gemaakt. Ik ook. Echt heel nice. Sowieso bedankt voor de hulp van Teunhard, van je boy Benny en van Daniel. Ze gaan even gekke trickshot over de auto doen. Oh, ik zag hem erin gaan eigenlijk. We gaan nu nog even basketballen hier zo. Even lekker spelletje doen, ook al regent het, maakt niet uit. Lekker. Try it, man. Try it.
Alle stof van je hoofd af. Ja. Niet normaal. Het zit nog steeds in je snor allemaal. Ja? Ja. Zie je? Of het is een beetje snot, dat kan ook. Het is niet normaal. Nee, ik heb het ook allemaal in mijn neus zitten. De stof gaat echt overal in zitten. Dus ja. Ik ga even mijn gezicht even goed wassen. Slim. En mijn armen helemaal en alles. Want, je moet ook de hele tijd niezen. Ik voel dat ik nu ook weer moet gaan niezen. Ja, los van het mondkapje, oogbescherming. Het gaat toch overal gewoon nog net even waar een millimeter zit, gaat het er langs. Ja, tuurlijk. Dus ja, ik dacht ik kan net zo goed even afspoelen. Ja, ik ga straks ook thuis douchen meteen. Mijn hele haar zit ook vol. Ja, sowieso. Mijn haar zit ook vol. Ik heb de hele tijd die helm op. Ja. Maar ik ben wel echt blij dat we weer een stuk verder zijn. Klopt. Daniel, wil je een donut? Deegnoot? Nee. Wat heb je heel lekker? Volgens mij wel. Maar wanneer zijn ze? Vandaag. Vandaag. Die heeft Teunhard meegenomen. Oh echt? Ja, shout-out naar Teunhard voor de donuts. Ik ben wel benieuwd wat er in die kleine doosje zit. Want er stond ook nog eentje buiten. Daar ben ik benieuwd naar. Nee, die was leeg. Echt? Ja. Oh. Kijk, hier zitten verse donuts in. Oeh. Looking good, right? Zullen we proberen op een kort donut gaan? Ja, en deze? Lekker de vorige keer ook. Zo lekker. Die is echt lekker. Er zit room of zo in, toch? Ja. Dit is toch super light? Ja. Mm-hmm. Oké, welke moet ik nemen? Laat hieronder weten in de reacties. Dan eet ik hem volgende week. Beschimmeld. Thijs, welke zal ik nemen? Dit lijkt altijd weer de wc achter me. Ik zou voor deze gaan. Nou, kiezen. Kiezen! Ja. Ik kan niet kiezen. Nou, eet smakelijk. Thijs, zie jij ook? Nee, ik ga met de vermijding er weer staan, denk ik. Of toch niet? Af en toe nog een erbij? Ja, lekker. Oh, wil je ook? Wat is deze? Oh mijn god, die gaat helemaal kapot. Ja, ik doe gewoon terug. Oh, wat is dit? Schat. Oh. Ja, nee, weg, naar buiten, naar buiten. De vloer plakt al, de vloer plakt al. Alsjeblieft. Bedankt. Kijk, die Daniel. Even lekker door zijn hurken in de toekomstige vijver. Nice. We gaan eventjes het volgende doen. Marvin die is even boodschap aan het doen trouwens. Voor het avondeten. En wij gaan even boogschieten. En ik ben heel erg benieuwd. En ik zou het echt heel bijzonder vinden. Als Thijs of Daniel in de roos kan schieten. Want zoals jullie kunnen zien. Hebben we op veel plekken geraakt. Maar de roos die is nog helemaal leeg. Nog niemand ingeschoten. Ik ben benieuwd. En de afstand die we schieten van hier naar daar is 13 meter. Dus laten we even kijken. Ik denk dat Daniel ook gewoon meteen voor de eerste keer gaat schieten. Tenzij hij wil dat ik het heel erg graag voor ga doen. Maar voor mijn part mag je meteen schieten. My range level is 99. Nou, laat maar zien dan. Nog niemand heeft de roos geraakt, hè? Nee? Nee, nog niemand. Oké, je mag hiernaast gaan staan. Dan heb je 13 meter. Wist je trouwens dat je een boog nooit ongespannen mag schieten? Zonder pijl? Nee? Dan kan je de snaar breken. Oh, serieus? Ja. Oh, dit klinkt wel alsof Daniel echt ervaring heeft, hoor. Hey, ik heb een paar keer geschoten, maar een vriendin van mij, die zit op boogschieten. Die doet ook op hoog niveau boogschieten. Kan ze niet een keertje hier komen? Ja, die heeft ook een super sick boog. Wow, ja, dat lijkt me echt gaaf. Ja? Hoe heet ze? Melanie. Melanie, wil je een keertje hier komen schieten in de tuin? Ik ben echt benieuwd, want wij willen beter kunnen schieten. Maar... Zij schieten me echt gewoon volgens mij iedere keer in de roos. Ze doet wedstrijden en zo. Wat? Ja. Oké, nou, dat lijkt me echt heel vet. Nou, we moeten even contact opnemen met Melanie. Ze heeft ook van die handgemaakte bogen. Van auto's. Nou, laten we zien wat je kan. Jezus, wat een ding, hè. Kom op, maatje. Focus, focus. Ja? Oeh. Ah, dat is de eerste pijl, hè? Die zat er echt nog net in. Een afwijking naar rechts, zie je dat? Iedereen heeft dat. Ja? Ja, kijk, straks op het bord. Iedereen heeft alleen maar rechts geschoten. Kom bij mannen. Ik ben benieuwd wat jij straks gaat. Nee, maar ik ben niet serieus goed in. Ik heb je 10 jaar opgezeten. Nee, serieus. Ik moet zeggen, voor de eerste keer, Daniel, niet slecht. Wow! Wordt nu al helemaal blauw. Daniel heeft verkeerd geschoten. Ja, een tweede schot. Wow, dat heb ik nog niet eerder gehad. Oké, dit is de eerste keer van Daniel. De pijlen zijn allemaal een beetje scheef. Maar hier heeft Daniel 3 punten. 7 punten, zeker niet slecht. En deze 2 zijn mis. Dit was je allereerste pijl. Maar iedereen heeft de afwijking naar rechts. Want zie je hoeveel gaten hier zijn. Zie je hoe niks hier is. En ook hier niet. Heel, heel vreemd. Nou, Benny, ga jij doen? Thijs. Ja. Thijs, oké. Okay. Nou, als je misschiet is het Benny, hè? Dat weet je. Ja, dat weet je. Maar welke wil je hebben? Je kan alles gewoon in de keel schieten als dat. Nee, hey, serieus? Nou, doe maar gewoon echt professioneel. Shit. Bro, meen je dit serieus? Wat? Nee, meen je dit serieus? Wat? Nee, toch? Ik heb dit nog nooit gedaan. Bro, wat deed jij? Ik weet toch niet hoe dit moet? Oh, maar vraag dat dan. Ja, maar ik denk als het nou me wel lukt, dan geloof jullie dat ik je 10 jaar op heb gezet. Oké, hoe denk je dat die hier erin moet? Ik denk sowieso... Ja, en dan erin klikken. Ja, en dan even daarnaast gaan staan. En nooit iemand moet voor jou gaan staan. Je kan het beste of 3 vingers zo, of 2 vingers. Ah, zie. Spannen.
Benny? Hoeveel had jij in totaal? Ja, ik denk 14 of zo. Hoeveel steeds die gele? Hoeveel krijg je dan? 8 of 9. Kijk. Spannen. Verder naar meer kracht, anders kom je er niet. Verder naar achter. Dat is te hoog. Dat zei ik al, dat is te hoog. Dat is ook moeilijk. Ja, dat klopt. Dat is ook moeilijk hoor. Heb jij die geraakt dan? Ik heb mijn range level getraind op de koeien. Ja. Voor de ladder. In Lumbridge. Voor de ladder, hoor joh. Veel meer naar beneden, Thijs. Veel meer naar beneden. We zijn al 2 pijlen kwijt daarachter, dus meer naar beneden, juist. Zie je nog te hoog. What the fuck? Ja, dit is echt moeilijk hoor. Hey, respect man, serieus. Dat je gewoon 4 keer het bord raakt. Ja, de eerste serieus, keer van hem. Nice. Je bent toch geen Benny, daar heb je wel geluk van. Het is leven toch eens makkelijk. Ja, je laat nu al zien dat je echt een Benny bent, ja. Tenzij ik deze raak. Eén ervoor, twee erachter. Als ik deze raak? Als je deze in de roos raakt, dan noem ik je nooit meer Benny. En krijg je week lang mijn auto. Moet je wel de roos raken. En ga er nou verdomme eens naast staan. Nee, maar je doet toch een beetje oplopen zo. Een beetje zo, dat je zo erheen gaat lopen. Ik heb naast jongen te staan. Oké, ja, wel door. Dat is een halve Benny. Oké, laten we even gaan kijken. De punten zijn in ieder geval niet. Eentje heeft het net niet gehaald, dat is deze. En deze die zit in het bord, dat is het enige. De andere moeten we even zoeken. Er zijn serieus al 2 pijlen kwijtgeraakt die ergens daarachter liggen. Maar gelukkig hebben ze allebei gevonden. Oké, dan ga ik nu eventjes mijn beste boogschutter skills uit de broekzak halen. Oh, Daniel. Yes, ik ben jouw quiver. Oh, Daniel, tweede keer. Hij kan ook alles, hè? Deze is echt lekker, hoor. Maar ik heb even een paar dagen niet geschoten. Ik heb zoveel last dat van mijn vinger. Ja, je vocht, hè? Oh. Hou op, hoor. Hou op. Bijna in de roos, ouwe. Bijna in de roos. Serieus. Dat scheelt niet veel. Mijn highscore is 34, hè? Maar dat is met 5 pijlen. Ah, hier ben ik wel tevreden mee. Wow. Kijk, je ging ook hard in, hè? Zo, dit is wel 10, hoor. 10 punten. Check dan. Lekker, man. Hoppakee. Dit zijn 10 puntjes. Damn. Echt, wat? Ja, die ging maar. Wow. Wow, kijk dan hierachter. Dat was een kill. What? Die heb ik zo erg doorheen gezogen. Ja, maar dat komt. En dit is serieus de eerste keer, denk ik, dat ik in een ander gat heb geschoten. Wow. Daar had ik het laatst nog over, dat ik nog nooit in hetzelfde gat heb geschoten. En ik denk nu wel, waardoor die helemaal tot hier er doorheen ging. Die kant is zo klein. Deze 10 punten, ja echt hè. Ja, of die 10 punten is zo lekker. Het kan ook zijn dat deze pijl FMJ had. Wat? Full Metal Jacket. Goed. Nou, ga jij maar weer schieten. Metal Jacket. FMA, dit is toch van Call of Duty. Ja. Wow, ik loop tegen die boom. Ik kwam echt zo'n vet shot en ik zag jullie zo lopen, dus ik loop naar achter. Ja, ik heb veel bomen in mijn tuin. Oh, misschien zit er nog wel een boogschutter tussen jouw fans. Maar volgens mij, als je hem spant, moet je 1 vinger boven en 1 vinger eronder houden. Dat hij dan het rechts wordt gespannen. Okay. Omdat je anders zeg maar aan de onderkant van het middelpunt loopt de trek. Als je nou raak schoot, had ik je geloof. Maar... Nee, ik dacht dat het zo. Ik ga het proberen. Ja, nee, ik geloof het. Ik ga het straks ook proberen dan. Oeh. Ik raakte hem wel, hè. Later. Oeh, zit hij erin? What? Dames en heren, de eerste keer. Ja. Let's go. De eerste keer ooit. In de 10. In de 10, in de roos. Holy ook wel mooi groepie, nee, niet hoor. De 10, dit is de 10. Oh ja, dat is 25. Maar het is ook wel echt een goed groepie. Ja, dicht naar elkaar. Wow, kijk hoe ver deze erin zit. Die is in een ander gat gegaan, dat kan niet anders. Ja, klopt. Dus wat hebben we nu, dames en heren? We hadden een highscore van 34 met 5 pijlen. Ja. En nu heb ik 4 pijlen en heb ik 25. De roos. Ja. Dan heb ik deze is 8, dat is 33. Dan heb ik weer 8, dat is 41. En dan heb ik hier... Dan moet je hem er even uithalen, dan kan je het wat beter zien waar het stipje is. 41 en dit is hoeveel erbij? Wel 5. 46. Moet je eigenlijk nog 1 pijl schieten nu? Dan doen we altijd met 5 pijlen ja, die hij scoren. Nu 46 moet nog 1 pijl schieten. Oei joh. Je had net de 60 toch Thijs? Ja maar toevallig net niet aan het filmen. Of camera met, toch? Ja, maar, dat dacht ik al. Ja, ik ben wel zo iemand dat hoeft dan niet in de vlog weet je wel. Nee, maar snap ik ook. Zo bescheiden ben jij dat maakt mij ook als persoon. Zeker weten. Oh ja, even achter u gaan staan. Oké, let's go. Oh, als je nu weer in de roos schiet. Oei, die is wel goed. Dat is wel lekker. 41 plus... Huh? Nee, je had toch meer. 41 plus 5, 46 had je al net. Oh echt? Ja. 46 plus 7, dat is 53. Wow. 53 met 5 pijlen. Dat is echt een heel stuk beter. Maar de computer is door de roos. Ja. Zo nice. 53. Waar heb je die stift gelaten? Ja, die had ik volgens mij hier neergelegd. 53. Zie. Wow. Echt nice. Wordt echt beter. Gaat ie. Nieuwe highscore. Hoppa.
Beam. Nou, dit is ook wel een score die best moeilijk te verbreken is, denk ik. Je had echt goed geschoten. Ja, 5 pijlen, dan moet je eentje in de roos schieten. Ja. Want als je ze alle 5 in de 10 schiet, heb je 50. Ja, precies. Dus je moet er eentje in de roos schieten, wil je dit nog verbreken. En daarna nog een hogere. Ja, want je had nu alles binnen de blauwe ringen. Dus ja. 1 blauwe, of een paar, of 2 blauwe. Ja, het wordt heel moeilijk. Ja. Je bent trouwens best consistent, moet je kijken. Nice, ja, oh, er zitten 2 naast elkaar inderdaad. Precies. Als je dat in het bord had gehad. Dan had je ook een mooie score. Ja. Maar er is iemand die het kan verbreken en dat is Melanie. Oh ja, Melanie. Dus. Jij moet het Melanie vragen. Ja, ze zal wel dik zijn. Ik ben wel benieuwd wat ze kan. Hey! Hey, maatje! Slinger de slang, slinger de slang. Wacht, wacht, wacht. Ik zit serieus niet goed. Ik ga serieus vallen. Dus waar moet ik meer naar achter? Nee, je zit wel goed hoor. Steady fucking my bro. Wat gebeurt hier weer? Wat zeg jij, joh? Wat zeg jij? Ik heb daar laatst een andere versie van gehoord. En ik heb... Omdat je dat nu weer kent. En dan hoor je die tegen. Ik had niet verwacht dat het zo grappig zou zitten. Hahaha. Kijk eens naar die tak, Thijs, boven je. Oh, joh. Ja, die was goed. En dan duw ik hier weer. Ja, jij daar. Pas op die boom. Ik wil niet mijn designer kwijtraken. Nee, even serieus, je moet oppassen dat als je trekt, dat je niet die kant op trekt, want dan gaat hij naar die boom toe. Ja. En het is dat jij je voeten daar had, maar als je je rug daar hebt, dat is niet leuk. Ja, ga jij maar zitten, Jan. Nee, ik kan niet in de hele stoel. Wow, dat is wel echt hoog. Oh, Daniel, kijk uit. Thijs is nu echt zo'n klein kind. Niet trekken. Hey, hou me tegen. Laat trekken, gek. Ja, dit is goed. Ik wou de touw weg. Ja, het werkt toch het beste als we allebei touw vastpakken. En nu gaan we rennen. En nu moet je een beetje zo laten vieren en dan weer rennen. Dat wil ik. Doe al mee. Ja, zo. En dan doe je handen laten vieren. Au, au. Let op deze aanval. Je moet een beetje laten vieren. Ja. Kijk uit voor dat touw. We weten nu wel hoe het werkt. Komt hij er niet meer? Ik wil dat touw hier tegenaan. Ja, dus ik krijg zo'n brandplek. Ben jij in de poep gaan staan? Nee. Kijk eens dan. Nee. Kijk eens dan, zijn het blaadjes? Oh, blaadjes, gelukkig. Ik was zo net. Ik heb geen keer om het af te leren. Nee, we moeten hem zo hoog hebben. En dan zo, en dan zo. We moeten gewoon een klein stukje hebben. Gewoon dit. Alleen maar dit, Thijs. Vlieg ik naar Milan toe. Ja, we moeten gewoon een beetje meelopen en dan, ja, dan op het hoogste punt. Ja, daar moeten we keihard trekken, ja. Ja,
Wow. Hoi, yo! Pas op voor die boot. Pas op. Heb je gehoord? Ik wist niet hoe ik hem moest afremmen, man. Ik was weg. Ik heb hem jou wel. Hij krijgt ook een zwoem in één keer. Je voet er niet. Je steekt elke keer je voet uit. Ja, je moet je voeten laten. Zelfs als ik mijn voeten intrek, dan raakt het niet op. Nee. Je moet je voeten naar voren houden, denk ik. Ja, maar je moet je voeten gewoon... Je moet je voeten bij je zitzak in. In de kleermaker zitten. Zal ik kleren maken? Ja. 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 Ik kan echt grandioos misgaan. Ik ben maar net ook niet misgaan waar je zit. Big Bang. Ja. Ja. Oh, ja. Oh, die boom. Oh, kijk hoeveel blaadjes ook elke keer uit die boom vallen. Oh, ja. Shit, voorbij komen. Serieus? Oké. Okay. Nou, dat was hem. Dat was lachen. Daniel, ja. Ik heb nog wat voor jou, maatje. Oh. Ja. Dan? Blijf jij maar even liggen. Doe je ogen dicht. Vertrouw mij, want ik heb iets lekkers voor jou. Oké. Okay. Ja? Ik denk dat hij helemaal uit zijn plaat gaat. Ik weet wat het is. Ik denk echt dat hij helemaal uit zijn plaat gaat. Kijk, ik heb het er al zo lang liggen en ik vergeet het hem elke keer te geven. Maar dit heb ik toen samen met Myron en Thijs gehaald. Hoe lang heb je het al liggen? Kijk, maatje. Oh! Dat vind je toch zo lekker? Ja, friend is die onwijs fan van. Ik vind ze ook super lekker. En super zuur. Ja, super zuur. Ik ben aan de lijn. Ja, nou ja, kan je ze zal lekker... Zal ik ze allemaal friend geven? Ja, allemaal friend geven. Oké, okay, ik ga er wel eentje opeten. Terwijl, ik krijg nu alweer helemaal zo'n... Zo'n spikkelbek. Ja, helemaal... Je kaken, man. Ja, dat gaat... Dat weet je al gewoon van tevoren. Oh. Ik voel helemaal hier zo samentrekken. Helemaal zo... Zou ik Francis eens bellen? Ja, dit gaat ze helemaal geweldig vinden. Ik wil er ook wel eentje eigenlijk. Dat is een witte ding daarin. Ja, daar kan je ze mee pakken. Want dit is eigenlijk voor winkels om te verkopen. Kijk, dan kan je het zo pakken eentje. Zo. Hop. Nou, het werkt goed zo te zien. Doe zo'n paar in je mond. Lekker. Lekker hoor. Ze neemt alleen niet op. Maar het is voor jou, maatje. Lekker, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, jij bent een mooie hond. Kijk eens even wat Marion heeft gemaakt. Kip in de hoed. Speciaal voor Thijsie. Lievelingseten. Zo lekker. Ik heb de echt gemist. Is echt niet normaal. Oh, dan moet je nou. Zo nice. Wat komt er trouwens na A? B. Benny. Je had eigenlijk een B moeten hebben daar. Where my kip in the hood at? Ik snap het niet, gast. Oké, het is smakelijk. Kijk. Hé, maatje. Nou, mensen. Ik sta hier met een mooie stenen plantenbak. En die heb ik gekregen van twee hele lieve mensen. Ik zal ze even voorstellen, want jullie hebben ze nog nooit gezien. Ik zou zeggen, kom even bijstaan. Dus voor de eerste keer in de vlog. Hey. Hij is een knolvibes hier zo. Zijn we weer, hoor. Zijn we weer. Ja, super lief. Ik heb ze even het hele huis laten zien, ja. De tuin, alles. Ook heb de kelder nog niet laten zien. Hoeft ook niet. Maar dan komen jullie ook niet meer weg dan. Nee. Maar ja, kelder is niet zo bijzonder. Maar ik heb deze gekregen en ja, die moeten wel een beetje water af en toe, een beetje regen. Dus ik dacht, nou, dan zet ik ze bij de vijver hier zo en dan uiteindelijk bij de nieuwe vijver. Want Daniel die is hier bezig en in bespreking met mannen voor de vijver om een dingetje te regelen. Dus laten we deze gewoon een mooi plekje geven. Kijk, nou bam. Dat is perfect, toch? Dit was makkelijk. Ja, daar moet je niet te lang over nadenken. Ik bedoel, vet staan ook zo. Die staat er mooi bij zo. Mooi. Nou, goed. Super goed uit. Ja, dankjewel, man. Ook al moet ik zeggen, mijn bonsai doet het echt heel goed nog. Echt? Ja. Nou, meestal gaan we snel dood. Het gaat over plantjes. Interesseert mij niet zo heel veel. Maar Marwen, hoe komen we hier aan? Vertel eens even. Ja, gewoon gejat van iemand. Nou, laten we kijken wat we hebben gejat van iemand. Oh, dat is toevallig. Dat is toevallig dat je dat hebt gejat van iemand en dat wij er dan op staan. Nee, ik heb deze gekregen van Ruwin. Ruwin? En Ruwin was hier net. Daar had ik een afspraak mee, want... Yo. Wie is Ruwin? Nee, ik ben... En dan geef je jouw taart. Wat? Met jouw hoofd erop. Wat?
Wat gebeurt hier? Hoezo een afspraak mee? Ja, ik denk dat we dat even moeten uitleggen, want... Ja, dat moet je zeker uitleggen, ja. We begrijpen er geen drol van. We hebben nieuwe stoelen en een nieuwe bank besteld voor in de nieuwe woning voor als eten. Tafel, ja, toch? Ja, ja. Maar die bank past niet aan deze tafel, maar wel aan de tafel die in de studio staat, die hele lange. Die is 3,30 meter. Ja. Maar die poten zijn niet goed. Dus Ruben heeft een mailtje gestuurd en die wil graag die poten anders in het midden plaatsen, zodat er een bank en stoelen aangeschoven kunnen worden. Oké. Okay. Zij heeft net die tafel helemaal opgemeten. Dus los van dat brengt hij ook dit mee? Ja, hij had een taart meegenomen. Wat? Super lief, toch? Wat een cutie. Ja. Boy, yo. Yo, haal je nou mijn voorhoofd kapot? Ja. Ja, ga je dat bij mijn neus doen? Ja, je hebt nagels, hè? Je kan dat niet. Nee. Ik moet zo... Nou... Oh! Kippie neus! Kippie neus! Oh, geniaal. Nou, Rowan? Ruben? Altijd met die namen. Ja, maar ik vroeg ook, heb je ooit een keer iemand... Ja, met die namen, met die namen. Ja. Wat is nou met namen? Niels! Ik nog dagelijks af. Ja? Dat jij met Niels hebt. Dan zit ik op de stream opeens mensen, hey Niels, denk ik, god. Ja. Echt serieus. Ja, ik heb Lars al ooit voor ongeluk een keer Niels genoemd. Ja. Een keer. Ja, meerdere. Een jaar terug en het achtervolgt nog steeds. Ja, bizar. Echt bizar. Bizar, Peter. Echt zo raar. Nou, Mario gaat nog lekker koffie maken. En ja, we gaan maar even lekker een stuk taart eten. Ik zeg geen nee tegen. Oké, dames en heren. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel erg graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, tikken, vetten. Peace! Knol, power!